Vandaag op het menu citroen dillenzalm uit de oven met opgepimpte sperzieboontjes. Want als ik iets heb geleerd van mijn hotelschooltijd en van mijn moeder, is dat je niet zomaar gekookte groente op tafel kwakt. Daar doe je iets mee en het kost niet veel tijd. Aan de slag! We beginnen met het opzetten van een ruime pan met water voor de krielaardappelen en de sperziebonen, zodat het water alvast kan gaan koken. We halveren deze krielaardappelen. Het water kookt, dus dan kunnen de krieltjes erin. Even een beetje voorzichtig, dat het niet te erg spettert. Want het water is al aan het koken. Ja, we doen ze er ongeveer 12 tot 15 minuten in. Deksel half op de pan. We doppen de sperziebonen. Zo. De boontjes doen we erbij en we koken het geheel nog even 10 minuten. Hop. Hoef je geen twee pannen te gebruiken. Kan er gewoon bij. Ik doe dat ook wel best wel vaak met een eitje. Als je nog een eitje wil koken, hop, kan er gewoon bij. Ondertussen kunnen we de oven aanzetten op 180 graden. En dan gaan we aan de slag met de citroen-dillen-marinade voor de zalm. Gek op dillen en het is echt een perfecte combinatie met de zalm. Snijd één bosje dillen fijn. Ik doe dat of met een scherp mes of met een kruidenschaar. Ik denk dat mijn oma heel erg jaloers is op deze schaar. Zij gebruikt heel vaak de schaar in de keuken. Pel twee teentjes knoflook. 1, 2, 3. Nog eentje. Pers ze uit of hak ze fijn. Meng dit samen met 1 eetlepel olijfolie, peper en zout in een kommetje. Dan citroen. Rasp een citroen en voeg dit samen met het sap van een hele citroen toe aan de kom. Kijk eens. Oké, de marinade is klaar. Dan een ovenschaal invetten. Dan blijft de zalm niet plakken. Leg de zalm in de ovenschaal. Bestrijk nu de zalm met de citroen-dillenmarinade. Wrijf ik het een beetje in. Oh, die kleur al. Kijk eens hoe goed het eruit ziet. Lekker gemarineerd met de dillenmarinade. Gaat in de oven en bak 8 tot 10 minuten in de oven totdat de zalm gaar is. We maken nog een vinaigrette voor de krieltjes en de sperziebonen. We nemen hiervoor een ruime saladekom. Er gaat in mosterd, dragon, olijfolie en balsamicoazijn. Zo. Dit mengen we tot een vinaigrette. Dan nog even... zelf nog even stevig mengen. De sperziebonen en de krieltjes afgieten. De aardappeltjes en de sperzieboontjes gaan op de vinaigrette. Die zijn nog warm, heerlijk. Kijk eens, door de dressing heen roeren. Even mengen met elkaar. Zachtjes, dat het niet stuk gaat, dat je niet de aardappel plet. Ik ga de zalm uit de oven halen. Oeh, dat ziet er goed uit. Kijk eens. Oh. En dan hebben we hier, lekker snel, citroen-dillenzalm uit de oven.